staat nu even voor de ingang van het hotel. En het is nu avond in Ibiza. We hebben lekker gegeten. En wij gaan naar Ibiza stad. Outfit of the day, outfit of the day. Ja. Like Jeruzalem. Ja, maar dit is zeg maar ons, ja, ons voorkantje zeg maar van het hotel. En het is nog steeds lekker warm en aangenaam. Maar het fijne is dat het hier in Ibiza wel echt warm is, maar het is niet heet. Het is wel goed vol te houden. Dus met wie gaan we allemaal mee vanavond? Met mijn man en zijn GoPro. Mike was een beetje boos omdat ik niet mee wou vloggen. Dus nou zegt hij, zoek het uit met je vlog. En nou heeft hij zelf zijn eigen vlog. Hallo. Dit is mijn vader. Zeg even hoe je heet, pap. Jim. Ik heet Jim. Staat hij wel aan? Ja, tuurlijk. En mijn broertje is daar. Maar hij wil het niet op de video. Dus hij doet net of... Hij doet net of hij het niet in de gaten heeft, maar hij wil dit op de video. Dus ja, wacht even op de taxi en dan gaan we de deur uit. Nou, we zitten hoor. Onderweg naar Ibiza stad. We waren er van de week al geweest, zoals jullie konden zien in de vorige vlog. En we gaan vanavond even de sfeer proeven, hoe het eruit ziet. Ja, als alle mensen wakker zijn geworden en de stad intrekken. En ik ben heel erg benieuwd of het dan ook zo druk is dat je niet meer kan lopen. Maar ik ben heel erg benieuwd. Mijn vader die is al eerder naar Ibiza geweest, maar ja, het is onze eerste keer. Dus het is een beetje ontdekken en ervaren hoe het is. Maar ik ben benieuwd. Dan had ik zo een... Ja. We lopen nu voorbij de winkel van Pasha. En we hebben hier ook een hele gave winkel met Flower Power. En het is hier echt zo ontzettend gaaf. En was ook wel iets leuks, want de vorige keer dat we hier waren, toen werd ik herkend door een lieve kijker. Dus hoe groot is de kans nou dat je iemand ontmoet in Ibiza in het buitenland die je video's bekijkt? Dus super leuk. Als je kijkt, hoi, was echt... Het was echt super gezellig om mee te ontmoeten. Maar we zijn dus nu terug en ja, het is hier wat drukker nu. De stad begint een beetje te leven. Kinderen zijn bij oma in het hotel. En vandaag wil ik lekkere, echte Spaanse sangria drinken. Dus doel voor vandaag, misschien een beetje shoppen en sangria drinken. Het is super gezellig hier ook. Iedereen is eventjes aan het eten en een beetje aan het shoppen. De winkels zijn natuurlijk open. En ik had eigenlijk iets leuks gezien voor mijn bomberjack van die patches. En ik had die de laatste keer gezien en we gaan proberen dat winkeltje terug te vinden. Dus ik ben benieuwd of we het ook echt gaan vinden. Kijk, dit zocht ik. We hebben het winkeltje gevonden en dit ga ik op mijn bomberjack zetten. Dank je. Even serieus, mensen. Dat is toch geen boot meer? Mike is Pokémon vangen. Pokémon vangen in Ibiza, mensen. Maar goed gevoel. Traditioneel. Ja, hier is het volgens mij, schat. Ja. Hier even kijken. Gaan we kijken. Yay, missie geslaagd. Jezus. Oh, nou, ik zie er echt smerig uit met al het zweet, maar dat maakt niet uit. Cheers! We gaan proosten. Hoi allemaal, ik ben eventjes op het balkon van ons hotel. Ik heb even lekker gedoucht, opgefrist, want wij gaan zo direct naar een hippie market. Het is onze eerste hippie markt en ja, dat is echt iets wat je moet doen of moet bezoeken als je in Ibiza bent.
Er zijn verschillende hippie-markten, maar wij hebben eentje gekozen dicht bij ons in de buurt, want dan hoeven we ook niet zo lang te reizen. En ja, daar is het ook niet zo laat voor de kinderen. Nou, ik heb weer echt wat meegemaakt, jongens. Wij zitten hier vlak bij de zee. Kijk, dit is ons hotel. En daarachter zie je dus de zee. En ik hou echt van het strand, de zee, lekker zwemmen. Maar als de wind vanuit zee komt, dan heb je ja, troebel water, hoge golven. Maar wat was het nou? Ik ging met mijn vader de zee inzwemmen. Maar blijkbaar was er een vlag met kwallen. Dus ik was aan het zwemmen en in één keer voelde ik zo'n steek en mijn hele onderbeen begon te branden. Dus ik was aan het gillen en ik dacht echt van, oh my god, wat is dit? Ik zei tegen mijn vader, pap, je moet me nu uit het water halen, help me, breng me naar de kant toe. Nou, drama queen natuurlijk. Maar wat was het nou? Ik was dus gebeten door een kwal. En het was echt, ja, ik denk wel zo'n grote steek, zeg maar, of plek waar ik ben gebeten of gestoken door het kutbeest. Dus ik ben toen gelijk naar zo'n lifeguard gegaan, die heeft het ontsmet. En toen mocht ik niet meer in zoet water, dus niet in het zwembad. En ja, ook niet meer in de zon. Mike is toen naar het restaurant gegaan om azijn te halen. En dat azijn hebben we tegen mijn been aangehouden met een doekje. Dus dat laten weken, even laten intrekken. Ik weet niet of het echt heeft geholpen. Maar de pijn is in ieder geval weg. Dus de kwallenbeet was het minder leuke gedeelte van vandaag. Maar het gaat nu weer. Ik ben opgefrist. En we gaan zo direct eerst even wat eten voordat we de markt opgaan. Ik had gisteren nog wat dingetjes gekocht in de stad. Waaronder een armbandje en die wil ik nu graag omdoen. Ik heb al wat armbandjes om van thuis. Dus dat is, die andere is een mooie toevoeging voor mijn armbandjescollectie. En een leuk souvenirtje voor mezelf. Dit is hem. Oh ja? Oh ja? Wij hebben ook wel een big in Spanje. Mama! Hoi, Yumi! Ik heb een goede vanaf van oma! Hoi! I love you, Bito. Zit je lekker, Sato? Laatste dag. Dan gaan we weer naar huis vanmiddag met het vliegtuig.